In de wintermaanden komt het vaak voor. De hele dag laaghangende bewolking of zelfs mist. We snakken met z'n allen naar de zomer waarin dit daadwerkelijk minder voorkomt. En dat heeft alles te maken met de stand van de zon en met de luchtvochtigheid. Als het 's nachts flink afkoelt, dan kan er mist ontstaan. Koude lucht kan minder waterdamp bevatten en dan condenseert de waterdamp en ontstaan er kleine druppeltjes. Als het dan ook nog een beetje waait, dan wordt alles een beetje turbulent en dan zien we niet zozeer mist ontstaan, maar juist laaghangende bewolking iets boven ons hoofd. De laaghangende bewolking of mist kan in Nederland eigenlijk op twee manieren weer gaan verdwijnen. De eerste manier is door de aanvoer van droge lucht. Het vocht kan dan weer verdampen en de bewolking en mist verdwijnt. De andere manier is door de zon. Die brandt als het ware de bewolking en de mist weg. De lucht wordt warmer en warmere lucht kan nou eenmaal meer waterdamp bevatten. En anders dan mistdruppeltjes is waterdamp niet zichtbaar met het blote oog. We hebben zowel in de winter als in de zomer te maken met mist en laaghangende bewolking. Maar in de zomer zien we dat deze grijzigheid veel sneller oplost. Dat komt doordat de zon langer en hoger aan de hemel staat. De zonnestralen hoeven maar een kortere route af te leggen door de wolkenlaag en door de atmosfeer heen, waardoor het aardoppervlak en de lucht er vlak boven sneller opwarmen dan in de winter. Doordat de opwarming feitelijk vanaf het aardoppervlak plaatsvindt, kan je bij windstil weer de mist als het ware zien optrekken. De mistlaag wordt zo steeds dunner en uiteindelijk is de hele laag opgewarmd en verdwijnt de mist en laaghangende bewolking. En zo kan het dus gebeuren dat in de wintermaanden een mistlaag van 500 meter dik dagenlang voor grijs weer zorgt. Terwijl diezelfde mistlaag in de zomer, als de zon veel sterker is, in een paar uurtjes oplost.